met een kleine stiervogel. Yeah.
Modderkolk. Nummer 19, Fico Droom. Nummer 96, Delano van Dam. 151, Lars Viking. En 551, Roland Spiet. Kijk, het gas erop zoals het hoort. Ze zijn betrokken. Naar het middenterrein van eventuele bijstand. Dat doen we alleen maar met de 50 en de 65 cc. De 85 cc. Moeten we daar helaas niet aan beginnen, natuurlijk, maar dit voor de kleintjes. Hij staat stil daarom. Hij staat alleen maar stil. Ik denk het zo, hè? Dat is een
fuerza buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Ja, gas erop. Even dokken. Die pak daar gelijk te leggen. Ja, aan de lijn ik gelijk Noah Ho, stad nummer 66. Chef, transport naar het midden draaien. En Mike van de Heuvel, 321. Bram van de Brink. En daar kwam Noah. Noah Ho. Ruim nu aan de leiding. We hadden een beetje afstand genomen van nummer 2, want het derde en de vierde plaats tussen 12 en 77. Een onveranderd, nog steeds op een mooie derde plaats. Joep Rutgers. En de vierde plaats nog steeds wel best wel van Luik. Twee mandjes op zijn naam geschreven. Ja, en een mooie derde plaats is er voor Joep Rutgers en de vierde plaats voor Wessel van Wijk. De uitslag in het voor de tweede. Nog vijf. Ja, ze zijn vertrokken. Met z'n allen netjes door die eerste bocht. De tweede bocht niet. Klein valpartijtje. Thank you.
Yeah.
Yeah.
1985. Nog een hele mooie strijd tussen de nummer 341 voor de plaatsen 2 en 3. Goedemiddag. Nou, hoe is de kabouw? Is het goed gegaan? Hoe is het goed gegaan? Ja, kan beter, man. Ja? Ja. Ben je gevallen? Nee. Dat is belangrijk, toch? Ja, zeker. Hey, succes in 2 maanden. Ja, dankjewel, hè. Ja, ja, hij is er weer. Ja, ja. Mooi shirtje aan, hè? Ja. En ik zie je. Ja, ja. Alles is te koop. Ja, ja. Ja, ja. Maar op de rij stel. Ja, het spullen voor elkaar, hè? Ja, ja. Ja. Je zag een helling hier, die klopt dat, hè? Ja, klopt dat. Geef ik niks op. Hoi. Doet hij gewoon. Ja, dit wordt de winnaar ook van vandaag. Ja, kampioen. Ja. Poedelprijs, ja. Ja. Volgende week verkoopt hij de zooi, gaat hij op ballet. Beter. Ja, beter. Dankjewel. Jij ook.
staat nummer 87. Dylan Walgraaf. Nummer 19 en 12 geloof ik. Die rollen van 1 op de 4e plaats. En 124 door de eerdere geloof ik. Op de 5e plaats.
hele prachtige gezicht, die sprongen daar achterin. En dan gaan we kijken wie als eerste hier voor het publiek langs naar binnen gaat, naar het binnenterrein. Stad nummer 15, Wiljan Witselaar, stad nummer 99, op goed uit de startblokken gekomen, Hekwater, en 450, zag ik nog erbij komen op de vierde plaats, komt laatst en de eerste vier. Dicht door Zandbos. Maar hoe lang houd je het vol?
Hoor, zie je? Volgende wielen. Goed zo, kijk eens. De drie winnaars van de 65e zege, Rode Wielen. Die prachtige winnaars. Dan wil ik eigenlijk voordat ik de prijzenreiking doe, wil ik met deze mannen op de achtergrond. Dat is een prachtige winnaars. Dat is een prachtige winnaars. Voor de 65e zege.
met zo'n bos. Nick de Meerwits op de tweede plaats en Jarno Pauw op de eerste. Niemand heeft het gekregen. Goed ja, hè? We waren weer in de prijs geloof ik, hè? Hey, je ging er goed af, hè? Nee, niet hoor. Hey, je ging er goed af, zag ik, hè? Over de start. Hey. Ja, je ja. Kwam weer op, hè? Hey. Nee, je gaat mee weer, hè? Je moet hem even filmen, John. Nee. Ja, nou jongen. Hij staat erop, maar hij staat nummer 1, toch? Ja, ik ben nummer 1, hè, John. Ja, nummer 1, dat weet ik. Gewoon nummer 1 van superklasse. Ja, superklasse, hè. Super, super gedaan, hè? Ja, dankjewel, John. Ja, hey, succes. Dankjewel. Een prettige avond nog. Jij ja, ook, John. Kootwijk, Boek Live. Ja? Hoe is het gegaan, dames? Goed gegaan? Ja, ging goed in de snackbar. Ja, lekker? Was gezellig gewerkt, ja? Lekker gewerkt, ja? Het liep allemaal goed. Oké, fijn. Dat is wel mooi, ja? Oké, okay. Hey, prettige avond nog, ja? Hetzelfde. Dank je, hè? Tot volgend jaar maar weer, hè? Zeker. Doei, hè? Yeah.